zo, jongens. Heerlijk, hè? Even op het strand. Hebben jullie er zin in? Ja! Beach soccer is een hele aparte manier van voetbal. Ik zie onze topper, ik zie onze topper! Hey, zo, Maida. We komen even de deur naar huis vallen. Zo, dat zie ik. Hoi, Eike. Mijn naam is Eike Verschoor. Ik ben speelster van team Alkmaar Sportstars en speelster van het Nederlands team beach soccer. Vandaag met de battle gaan de meiden strijden als een team. En dan gaan we zeker de jongens verslaan. Jongens, we gaan naar Michael. Die staat daar. En die weet alles van beach soccer. Ik ben Michael Wolff. Speel bij Pelikaan Beach Soccer Zwolle en het Nederlands beach soccer team. Vandaag is het de battle tussen de jongens en de meisjes. Ja, we kunnen maar één ding gaan doen en dat is winnen. Kunnen die meisjes dat wel volhouden die op het zand? Meiden vind ik fysiek altijd wel sterk hoor. Ja? Conditioneel goed, dus onderschat dat zeker niet. Dat is een gevaar vandaag. Dat is een mooie les. Voetballen jullie vaak? Ja. Kijk eens. Dus jullie hebben al een beetje gevoel met die bal. Ja. Is best lekker. Het grootste verschil tussen veldvoetbal en beachsoccer is die ondergrond. Dus daar moeten we eerst even aan wennen. Dus we beginnen met een rondje dribbelen. Ja, pas op voor elkaar. Goed zo, Emma. Mooi, Lucie. Een grasveld is normaal natuurlijk heel mooi strak, maar op dat zand, het is allemaal hobbeltjes. Dus als de bal daar over de grond gaat, schiet hij ineens de andere kant op. En dat willen we helemaal niet. Uit het zand vandaan. Ja, ja. Ja, goed. Als hij maar eerst maar omhoog gaat. Lekker. Oh. Ja. Goed zo. Mooie bal. Mooie bal. Goeie bal. Mooie bal. Normaal, als je gaat voetballen, dan heb je natuurlijk schoenen aan. Dus als je dan een bal gaat punteren, nou, dan doet dat niet zozeer. Maar op het zand, met je blote tenen, die tenen die gaan dubbel. Ja. Dus dan moeten we een beetje proberen met de binnenkant of met de bovenkant, met de vree. Wil je het even vallen? Tuurlijk. Dus dan kom je met de binnenkant van de voet tegen de bal. Ja. Oeh! Oeh! Ja! We gaan er dan meteen ook even oefenen natuurlijk op scoren. Is dat alleen aan het kool gaan? Ja, we willen wel zelfvertrouwen, dus veel goals maken. Dus dat lijkt me een goed plan dat je hebt goal gehad. Ja. We gaan nu proberen te scoren bij Ron. Ja, je kunt de bal neerleggen, maar als je dan gaat schieten en hij ligt in een kuil, gaat het niet goed. Dus wat je doet, is een hoopje maken met je voet. Dan pak je de bal om een vulkaantje te maken. En je legt hem heel zachtjes op de vulkaan. Mooi. Ja, wacht eens even. Mijn vingers gebroken zich. Probeer de bal laag te houden. Ja, goede goal, Bodhi. Welkom vanuit een warm Den Haag, waar alle ogen gericht zijn op de finale van de battle. Het publiek is uitzinnig en dat geeft de teams moed. De jongens tegen de meiden van de Haagse basisschool De Zonnebloem vandaag. Ze hebben er keihard voor getraind. En het laatste woord is aan hun coaches. Het moment is daar, we gaan zo beginnen. De grote finale. Hier hebben we de hele middag hard voor getraind. Damesvoetbal is in opmars. Dames kunnen steeds beter voetballen. Onderschat de dames niet. Alles geven wat je in je hebt. Wens ik jullie heel veel succes. Ja. En we zijn begonnen. Ja, goed. De meisjes kiezen meteen de aanval over links. En het is best pittig. Ja, die ondergrond, dat is ploeteren door het mullenzand. Bal in de kluts. Kans voor de meiden. De jongens nemen hier de bal over. Een schot. Oeh, goede redding voor de meiden. Maar een corner voor de jongens. Goeie trap. Ah, oh, daar komen de meiden goed weg, zeg. Ja, goede bal. Ja, voor jou meer. En het is rust. Ik vind het best oké gaan eigenlijk. Helemaal niet slecht, hoor. Ik denk dat we het goed doen, hè. Alleen soms, dan gaan we weer met de bal lopen. Maar probeer ook te pasen. Meteen druk erop. Hartstikke goed. Op naar de tweede helft.